ik heb de Cheshire Cat meegenomen uit Alice in Wonderland. En ik ben de Mad Hatter, dus ik probeer het zo goedkoop mogelijk te houden. Uiteindelijk denk je toch van, oh, misschien toch nog wel andere stof of iets anders. Dus ik durf het niet te zeggen, ik weet het echt. Ja, 100 euro, 500 euro, 1000. Geen 500 euro, niet boven de 500 euro. Nee, dat niet, zeker niet. Ik ben als Revan van de Extended Universe van Star Wars. Van de videogame en de comics. Deze is niet bekend omdat hij niet in de film zelf zit. Hij zit hier in de Extended Universe erbuiten. Is het dan nog moeilijk om dat pak natuurlijk bij elkaar te krijgen? Bij elkaar krijgen kan wel moeilijk zijn. Alleen strijd bij elkaar is het makkelijk om ook in elkaar te zetten. Het kost meestal maanden om echt een goede cosplay te hebben. Dat is ook best wel veel geld. Inderdaad. Deze zit boven de paar, even kijken, 400 euro. Dit is een proton pack. Ik zal deze dus... Want de spoken en de geesten die worden dan vastgehouden. Ja. En heeft u vandaag al spoken gevangen? Nou, er lopen hier nog genoeg rond en het is nog lang niet afgelopen. Dus we hebben nog meer dan genoeg gelegenheid om ze te gaan vangen. Kom op, het haar, prachtige staf. Ik ben de koningin van de zee. Iedereen kent mij. Het is nepleer. Ik heb eigenlijk eerst de poten gemaakt. En dit zijn zuignappen. En hier zit allemaal kussenvulling in. En het was nog wel een gedoetje om uit te rekenen hoe ik dit allemaal in één jurk kon stoppen. Dus het was heel veel werk. Ik ben als de genie van Aladdin. Maar dan de nieuwe versie van Will Smith. Dit is toevallig vandaag de eerste keer dat ik hem in het publiek aantrek. Ja. Ja. Heel veel mensen die er complimentjes over geven. Ja, heel veel al. Heel veel mensen complimentjes gegeven. Heel veel foto's gemaakt en zo. En mensen herkennen het. Dat is ook wel leuk. Ja. Ik laat het zo zeggen, ik heb nog geen totaalsom gemaakt. Dus ik weet niet precies hoeveel dat is. Dat kan je ook beter maar niet doen, denk ik. Nee, het is een dure hobby. Ja, het is een dure hobby. Nou ja, de buis van PVC. De rest is van piepschuim en epoxy. En dan als glasvezel afgewerkt. En daarna uiteraard verf. En hoeveel geld zit er dan in, denk je? Deze vraag is eerder vandaag gesteld, dus ik denk ongeveer tussen 300 en 400 euro. Ik heb mijn masker met de 3D-printer gemaakt. Dus ik denk dat het ongeveer 60, 70 euro is ongeveer. Ja, de uren nemen wel voornamelijk wat tijd in beslag. Ja, tijd is geld, dus het duurt wel wat langer om te maken, maar het is wel super leuk om te doen. Dat is mijn man. Ja. Dat is toch leuk dat je dan zo met hem dit kan doen? Ja, zeker weten. Ze hebben elkaar ontmoet op LARP. Is dat live action roleplay. Hoe lang ben je nou bezig om zo verkleed te zijn? Met de smink, ik ben vanochtend om 6 uur opgestaan. Dus zo'n 3 uur sminken en dan hier naartoe. Als Pennywise van de film It. En dat is een man en jij bent een vrouw? Ik ben een vrouw, ja, klopt. Ja. Maar toch kies je dan voor dat karakter? Ja, omdat ik vond hem best wel een gaaf karakter, dus ik wou me heel graag cosplayen.